Madeleine van der Zwaan, welkom. Dank je. In Amsterdam weet iedereen wie je bent, maar daarbuiten misschien niet, dat weet ik niet. Hoewel, ja, je bent ook op televisie te zien. Je bent de directeur van theater Koninklijk Theater Carré. Correct, ja. Een van de mooiste theaters van het land. Vindt iedereen? Ja, vind ik in ieder geval, ja, maar tuurlijk. Ik ben bevooroordeeld. Vind, ja, jij het zelf nog spannend om het podium op te lopen en het publiek toe te spreken? Dat is altijd spannend. Ja? Ja, ja, ik weet dat ik een van de eerste keren dat ik dat moest doen, toen stond Herman Vinkers bij me in de coulissen. En dat vond ik best spannend. Het was ook met 125 jaar Carré, het waren gekke tijden toen. En ik stond daar en hij zei, gewoon ademhalen, het is maar Carré. En dat zinnetje, dat gebruik ik nog steeds wel. Dat toch het moment, dat je, ik, niet voor niks dat ik achter de schermen werk, hè, en niet daarvoor. Aha. Want het is toch zo'n volle zaal met 1756 stoelen. Dat is best veel. Wat is de laatste avond geweest dat je dat aantal binnen had? 1756 mensen. De dag voordat we dicht moesten met Theo Maassen. Ja, en Bert Visser, die stonden om en om. Ja. Heb jij tegen hun gezegd of wisten ze het al dat het afgelopen was? Met Theo hebben we letterlijk allebei, denk ik, in de auto het onderweg naar Carré zitten luisteren. En gedacht van, ja, dat kan dus niet vanavond. Ja, het waren bizarre tijden. Hij was hele... Jullie waren op weg naar het theater? Ja, nou, ik had een afspraak buiten Carré. Dus ik reed er al voor terug, omdat je al dacht van, nou, je weet niet zeker wat er gaat gebeuren vanavond. Maar in die weken ervoor zaten we elke avond op een 95-97% bezetting. Dus dat is in één keer dat je denkt van, je gaat van 100 naar 0. Ja, dat is niet alleen heel erg leuk, volle bezetting voor de artiest. Want ze levert natuurlijk ook geld op. Ja. Maar ook voor jullie. Ja. Een leeg Carré, wat kost dat per week of per maand? Nou ja, dat kost heel veel. Kun je bij benadering zeggen wat het kost? Ik hou maar even buiten bedragen. Omdat ik denk dat we weten met z'n allen dat we heel veel geld nodig hebben voor cultuur. En sowieso heel veel industrieën hebben heel veel geld nodig. Hè. Dat blijft natuurlijk toch wat lastiger in deze tijd. Wij zijn volledig niet gesubsidieerd als exploitatie. Dus dat is heel simpel. Als wij... 100% inkomsten komt uit kaartverkoop, de horeca, alle dingen die we zelf doen. Dus als we dicht moeten, gaan gewoon de inkomsten van 100% naar 0%. Ja. Ik heb me laten vertellen dat het een paar ton per maand kost, een leeg Carré. Dan zit je aardig in de richting. Ja. Ja. En dan moet je een groot spaarvarken hebben om dat vol te kunnen houden als je niet gesubsidieerd wordt. Ja, dat is ook... Heb je dat? Dat is een hard gelag. Nee, natuurlijk niet. Omdat je, en wat je vooral ook ziet, in een jaar heb je voorstellingen waar je helemaal vol zit. Maar je wil ook in je hele balans, je wil dingen kunnen programmeren. Je wil risico's kunnen nemen. Bijvoorbeeld in Carré halen we grote producties uit het buitenland. Dat is nu even überhaupt ondenkbaar. Maar dat zijn grote risico's. En je wil ook voorstellingen programmeren. Mensen die voor het eerst naar Carré komen, zowel de bezoeker als de artiest. Daar zitten risico's bij. Daar ga je geen geld op verdienen. Maar die wil je. Dus eigenlijk is je doel om in een jaar die dingen te doen waarin je net een beetje meer verdient. Zodat je ook die dingen kan, ja, doen waar je risico's in loopt. En dat is natuurlijk nu het spannende. Loop jij nu door een leeg Carré af en toe? Snuif, ja, je de lucht van een lege zaal op? Ja, dat is heel gek. Het niks bent. Ik weet wel dat zeker die eerste paar weken... Ja, dat voelt misschien een beetje zweverig, maar dan is de ziel eruit. Een leeg gebouw waar niemand meer komt. Heb je een muizenplaag? Nee, want we houden goed schoon. We zijn ook flink bezig met eigen mensen. Met je muren schilderen, stoelen die extra worden vastgezet. Techniek, alle lampen eraf schoongemaakt. Dus alles eigenlijk op standby om te kijken wanneer mogen we, ja, weer. Nou, je mag toch nu? Ja, voor 30. En voor 30 man in, ja, een zaal met meer dan 1756 stoelen. Dus kan je dat niet doen? 30 kan echt niet. 100 kan eigenlijk ook niet. 100 gaan we wel doen. Voor even. We gaan samen met de Kleine Comedie en Bellevue. Gaan we een aantal voorstellingen inhalen. Maar eigenlijk, wanneer kom je uit financieel? Hoeveel stoelen moet je bezet hebben om een theater open te kunnen gooien? Nou, we hebben ons nu al zodanig voorbereid op de 1,5 meter. Dan kunnen we 450 mensen kwijt. Dan zitten we op 28% bezetting. Zijn we nu al blij mee, hè? Het is even, ja, een mindset natuurlijk. En dan gaan we het zo doen dat je daarmee in ieder geval uit de kosten van de voorstelling kunt komen. Dus daarmee red je het natuurlijk niet. Maar dat we weer kunnen spelen. Want één, als theater wil je spelen. Iedereen die bij ons werkt wil heel graag weer spelen. En dan zet je ook weer iets open in de keten. Want dan kunnen maar artiesten wil iedereen weer dat? De artiesten die bij jullie kind aan huis zijn. Ja. En die volle zalen gewend zijn. Als, ja, jij ze opbelt en je zegt, Joep,
kom op, kom spelen voor 450 man. Wat zegt hij dan? Ja, Joep heeft natuurlijk net een hele succesvolle tournee bij ons afgesloten. Dus er zijn denk ik meerdere redenen waarom hij dat niet zal doen. Maar er zijn best veel artiesten die zeggen, ik kom wel. En ik denk dat we daarin, zie je ook een shift, waar mensen misschien hun eerste reactie zeiden van, nee, ik wacht wel tot het weer voorbij is. Ik denk alleen dat we nu met z'n allen zeggen, ja, maar wanneer is dat? En hoe lang? En wat betekent dat? Dus ik denk dat je daarin eigenlijk verandert de werkelijkheid en de mentaliteit. Ik denk bij alles en iedereen per week. De gast die er net zat, die zei van het is pas over voor het culturele leven in theaters als er een vaccin is gevonden. Dan kunnen we weer vol van start. Ja. Heb jij dat idee ook? Van... Nou, ja, maar hij zei ook dat hij niet gelooft in cabaret in minder mensen. En daar ben ik het niet mee eens. Heb je het al getest dan? Nou nee, wij gaan dus 1 juli met een veelvoud van artiesten. Van weet je, Freek de Jonge tot S10, tot Spinvis, tot Van Muiswinkel. En er zijn er nog een aantal die zich, Steef de Jong... gaan we voor 100 spelen in Carré. Ja. Dan spelen we dus alleen voor de piste. En de stoelen gaan eruit, er staan bankjes, 2 zitbankjes. En dan gaan we voor 100 spelen, een aantal voorstellingen per dag. Maar doen daar ben ik nieuwsgierig naar. Je zei dat Joep heeft zijn serie al klaar. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het leuk zou zijn als hij toch zou komen, ook om jullie te steunen. De grote namen hoor ik niet. Claudia de Breij, Theo, over wie je het net had, Joep. Komen die ook voor dat zoveel publiek, of zo weinig publiek? Nou, ik denk dat realistisch gezien... Heb je het gevraagd? Nee, ik ga pas vragen van je vanaf 450. Als we voor 450 mensen mogen spelen, bijna 1,5 meter. En dan, ja, en waarom? Nou, we zijn natuurlijk allemaal in gesprek. Maar dan heb je ook... zo is het ook begonnen met de Kleine Comedie in Bellevue. En kan je eigenlijk een uitverkochte Kleine Comedie dachten we kunnen zetten we in 1 keer in Bellevue. Sorry, 1 keer naar Carré. Dus als je met z'n drieën gaat samenwerken, wat we doen... Dan kun je zorgen dat bezoekers weer langzaam over die drempel komen. Dat artiesten kunnen spelen. Dan kunnen de technici weer worden ingehuurd. Dan wordt het decor weer aangereden. Dan zijn we in ieder geval bezig. En we zeggen, dat doen we pas met 450. Maar ook daarin, dat lijkt weer langer te duren. Dus nu gaan we het toch doen voor 100. Maar dat doen we eigenlijk gewoon voor iedereen, voor die wil. En nu hebben we hem ook stopgezet, dicht. Want daar moet geld bij. We doen met eigen mensen. Weet je, ik ga scannen. Nou, als je wil komen, mag jij de koffie inschenken, bij wijze van spreken. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is 5% bezetting. Hoeveel mensen werken er bij Carré? Vaste dienst en freelancers? 150. That's it? Ja. Oké. Okay. En van die 150, hoeveel mensen zijn daarvan studenten? Ik noem maar wat. Ja, dat is ongeveer de helft. De helft. Ja, iets meer dan de helft. Die zijn hun banen nu kwijt natuurlijk. Ja, die zijn allemaal op standby. Ja. Hoor je daar verhalen van ik kan mijn huur niet meer betalen van mijn studentenkamertje? Nou, we houden heel veel contact. Regelmatig zooms met iedereen. Ja. Ook om gewoon een beetje te weten hoe het met mensen gaat. Om te kijken, weet je, hoe we elkaar een beetje kunnen helpen. En ja, natuurlijk zitten daar ook gevallen bij. Weet je, mensen, de ene is er meer afhankelijk van dan de ander. Ja, dat is natuurlijk heel sneu en triest. Maar het is ook vooral, denk ik, ja, je hebt hart voor de zaak. Je wil met z'n allen, je wil weer. Maar kijk, het gaat natuurlijk over geld. En tot nu toe is het zo dat de minister van Cultuur, na lang aandringen, 300 miljoen uit een potje wist te halen bij het kabinet. Ja. En aan jou de vraag toch ook, omdat je niet gesubsidieerd bent, ga je er vanuit van, wij redden dat wel op termijn. Whatever it takes. Nee. Of komt er een moment, daar moet jij als directeur van zo'n theater over nadenken, dat je weet van nu gaat het dus niet meer. Ja. Eind van het jaar, als de situatie dan nog zo is, kun je het dan nog doen? Kijk, sowieso die 300 miljoen, die gaan niet naar ons. Hè? Nee. Dus het gaat allemaal naar de gesubsidieerde sector. De gemeente heeft natuurlijk extra geld. Amsterdam gaat ook naar de gesubsidieerde sector. Dus daar krijgen we nog steeds op nul. Er zit nul. We krijgen wel de NOW. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Dus het lastige... Dat is voor het personeel, maar het gebouw kost ook wat meer. Nee, dat weet ik. Maar dat is wel, het helpt wel. Mm-hmm. Dus dat is in ieder geval een stuk steun die we wel krijgen. Natuurlijk maak je scenario's. Ik denk dat wij vooral steeds bezig zijn naar alles wat we al wel kunnen doen. Dus ik ben nog niet aan het doen, denken en zeggen, dan vallen we om. Maar iedereen heeft steun nodig en wij ook. Het staat buiten kijf. Maar weet je, ik denk dat iedereen steun nodig heeft in de sector. Nee, maar daarom zitten we hier ook. Daarom ben ik hier ook, hè? Ja, nee, tuurlijk. Maar bij welk loket moet jij je dan melden? Ik meld mij bij elk loket die ik maar wil horen. Dus ik vraag het ook aan jou. Nee, dat is heel simpel. Dus dat is of het bij Den Haag, bij Amsterdam, bij fondsen. Dus het enige wat wij ook kunnen doen is tegen iedereen. Ja. Wij willen heel graag kijken wat wel kan. Ik denk dat we met z'n allen moeten gaan zoeken naar nieuwe manieren. Dat we zullen moeten gaan samenwerken zoals we dat nog nooit eerder hebben gedaan. Ik denk dat we vooral ook moeten gaan kijken, ook voor volgend jaar. Het zal niet gaan zoals het ging.
Dus we moeten heel veel dingen opnieuw uitvinden. En daar, dat kunnen we ook als sector ook onderling. Hey, nog één vraag. Er is een commotie ontstaan over een column van Joep van Teck in NRC Handelsblad. Dat heb jij ook gelezen. Ja. De titel was Snackbar. Ja. Eén zin daaruit. Het ging naar aanleiding van een interview met Taco Dibbets, directeur van het Rijksmuseum in de Volkskrant. En Joep vond dat een absurd interview. En hij zei, ik dacht maar één ding. Naar die mensen moet je dus niet luisteren, naar Dibbets. Want wie gaat er nou naar het Rijksmuseum bellen op het moment dat een hoop bejaarden op hun buik naar lucht liggen te happen? Hij had gezegd, Taco Dibbets, dat mensen belden van ik wil weer langskomen bij het museum. Ja. En daar kwam een hele venijnige reactie op van Diederik Ebbingen, die je ook kent. Je kent ze allebei, je hebt ze allebei in het theater gehad. Acteur en regisseur. En die zei, iemand moet het zeggen. Beste Joep, je bent er zelf genoegzame kakker geworden waartegen je je hele carrière geageerd hebt. Wat dacht jij toen je de discussie tussen die twee hoorde? Nou, ik denk vooral, laten we nou in godsnaam niet ook nog onderling gaan lopen bakkeleien. Laten we vooral, weet je, gezamenlijk tegen heel Nederland zeggen, hier zijn we. En het is aan ieder voor zich, of ze wel of niet voor 100 en 450 willen spelen, vind ik hele individuele. Gijs vindt dat cabaret niet kan, ik vind het wel, niemand zal het weten, we gaan het merken. Maar laten we vooral niet columns naar elkaar schrijven en dat we het met z'n allen gaan over hebben wat een Diederik of een Joep vindt. Ik vind het heel erg belangrijk wat al die 411.000 mensen die vorig jaar bij mij waren vinden. Hmm. En ik hoop ze zo snel mogelijk weer terug te kunnen. Heel goed. Nog één keer het aantal mensen dat het afhankelijk is van Carré voor hun portemonnee. 150. 150 is genoteerd daar op het grote bord. Fijn. Als jij je handtekening wil zetten op het bord achter mij. Ontzettend bedankt dat je hier was. Graag gedaan. En heel versterkt. Ik hoop dat je de deuren snel open kunt gooien. Ik ook. Wanneer komen de eerste 100 naar binnen? 1 juli. 1 juli. Veel plezier. Dankjewel.